Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van New Female Leaders Rise. De speciale editie van de New Female Leaders Show. Voor deze buitengewone tijd, zullen we maar zeggen. En vandaag zit ik met Joni Bijs. Joni, van harte welkom. Dankjewel. En ik heb je al eerder mogen interviewen voor de New Female Leaders podcast. En voor degenen die die aflevering nog niet hebben geluisterd. Luister eerst naar deze en ga dan naar die. Want dat is ook echt een enorm waardevolle aflevering. En vandaag gaan wij het hebben over hoe het gaat met jou, hoe het gaat met je bedrijf, Great Communicators. En we gaan het hebben over crisiscommunicatie. Want als communicatie-expert ben jij natuurlijk de uitgelezen persoon om hier wat over te zeggen. Heel fijn dat je zo snel tijd kon maken. Ja, nou ja, de afspraken vallen allemaal af. Dus... Alle tijd. Dat valt ook wel weer tegen, maar ja. Het wordt in één keer allemaal anders. Ja, nee, zeker. En voor degene die jouw vorige podcast nog niet hebben geluisterd, ga ik jou eerst even goed introduceren, zodat iedereen weet wie je bent. Samen met Bas heb je Great Communicators opgericht. En wij kennen elkaar ook al echt langer. Sterker nog, heel New Female Leaders is ontstaan doordat ik ook bij jullie een opleiding storytelling heb gevolgd. En daarna zijn we eigenlijk elkaar nooit meer uit het oog verloren. En er komen ook nog hele mooie dingen, denk ik, aan van ons allebei. Maar goed, nu zitten we even in deze... tijd van crisis, zullen we het toch maar even noemen. En hoe ga je daar nou mee om als leider? Hoe communiceer je? Hoe breng je boodschappen die niet altijd even leuk zijn om te horen zowel intern als extern? Jij weet als geen ander hoe dat werkt. Je bent een echte verhalenbevrijder. Je hebt een hele sterke intuïtie. Dat heb ik ook zelf mogen ervaren. En daarmee... haal jij ook echt de blokkades naar boven die mensen hebben als het gaat ook om public speaking? Zeker ook bij het brengen van een bericht met een niet leuke boodschap kan je nogal wat blokkades voelen. Je hebt menig TEDx speaker, captain of industry of politicus heb je getraind. Daar werk je mee, daar coach je. Jullie hebben waanzinnige opleidingen als je geïnteresseerd bent om iets te gaan doen met spreken. Ik ben heel erg blij dat je er bent, Joni. Ja, nou, dank voor de uitgebreide intro. Leuk je weer te zien. Ja, zeker. Insgelijks. Hey, hoe gaat het met jou? Ja, dat is nu een grote vraag, hè? Het gaat goed. Allereerst, ik ben gezond. Mijn familie is gezond. Veel aan het facetimen met de opa's en oma's. Want die zien we natuurlijk helemaal niet meer. Dus dat is natuurlijk heel erg gek. Het is gewoon natuurlijk een bizarre tijd waar we in zitten. Mm-hmm. Maar voorop staat, die gezondheid is dus goed. Aantal vrienden die het nu hebben, waar je dus aan het bijspringen bent. En ik bekijk alles van dag tot dag. Ja, precies. Ja, dat herken ik ook wel heel erg. Van weet je, gewoon day by day kijken hoe de dingen zich ontwikkelen. En hoe gaat het met Great Communicators? Ja, nou, dat hakt er natuurlijk in. Hoe gaat het? Nou, als je het kijkt, zeg maar, omzettechnisch gaat het vrij slecht. Wat je zag was dat binnen 3 dagen tijd, wij zitten natuurlijk in training en coaching, wat het meeste live wordt gegeven. Ja. Alles werd natuurlijk in 1 klap afgebeld. Ja. In drie dagen ongeveer €120.000 aan omzet. Wauw. Dat zagen wij zo. Heel erg schrikken. Maar we zagen het ook natuurlijk aankomen omdat we het nieuws zagen en dachten van ja, dit gaat nu gebeuren. Dat zit vaak aan live communicaties of aan live events vast.
Een aantal dingen doen wij ook online. Hè? Dus zeg maar Skype en Zoom coachingen. En dat bleef natuurlijk wel doorgaan. Maar het grootste gedeelte stopte ermee. Ja. Je vraagt hoe gaat het met Great Communicators? Dus dat is zeg maar het omzetstuk. Maar aan de andere kant, als ik kijk naar mijn team, of ons team van Bas en mij op kantoor. Dat is echt ongelooflijk wat een flexibiliteit ik daar zie. En ook verbazingwekkende opgeruimdheid. En klaar in de startblokken om van alles te veranderen. Mm-hmm. En bij de trainers zie ik ook een enorme saamhorigheid om dit aan te pakken. En samen krachtiger uit te komen. We hebben een app die heet May the Force Be With Ya. En daarin delen we allemaal nieuwe ontwikkelingen en hoe we er nu voor staan. Dus we hebben eigenlijk, even kijken. Dinsdag hebben we in de ochtend een teammeeting gehad met het kantoor. En daarna met de trainers eigenlijk een soort crisisberaad. Hoe gaan dingen eruit zien? Hoe gaan we aan de slag? En dat bracht ook wel rust bij mensen. Ja, want hoe hebben jullie dat aangepakt? Of hoe heb jij dat aangepakt? Van oké, weet je, je leidt een bedrijf. Hoeveel mensen werken er nu voor Great Communicators? Zo 4 man vast in dienst. Ja. En zo 20 mensen die als freelancer bij ons werken. Iets meer, 20, 25. En dat zijn trainers, illustrator, vormgevers, contentmakers, een PA. Maar voornamelijk trainers en coaches. Ja, en hoe hebben jullie dit nou aangepakt? Eigenlijk al een aantal weken geleden. Ik ben best wel een nieuw spotter. En zeker nu dit hele verhaal kwam, dan ging ik dat natuurlijk volop volgen. En ik ben altijd wel van de plannetjes. Dus ik had eigenlijk al best wel snel met Bas, hadden wij een aantal ideeën. Wat gaan we doen als dit misgaat? Mm-hmm. Ik weet nog dat we hebben op een gegeven moment al getest bij een training van met niet handen geven, wat mensen heel gek toen nog vonden. Weet je, ik bedoel, dat lijkt nu een jaar geleden, maar dat was een paar weken geleden, om te kijken hoe dat zou uitpakken. Dat ging goed. Nou, en zo hebben we eigenlijk al elke keer wel, waren we er altijd wel op tijd bij of zo. Ja. Toen natuurlijk wij zagen, ik ben even de tijd kwijt, maar we zagen toen die zondag werd het natuurlijk, dat was afgelopen zondag, hè? Ja. Afgelopen zondag dat we dat natuurlijk te horen kregen dat de scholen dichtgingen. En wij hebben eigenlijk als leidraad de hele tijd gehad, als de scholen dicht gaan, gaan wij ook dicht. Want wij lijken eigenlijk gewoon eigenlijk een beetje op een schoolsetting. Dus met 20 deelnemers of 7 deelnemers of 10 deelnemers lijkt dat gewoon op een schoolsetting. En toen hebben we eigenlijk al een dag eerder besloten, zaterdag, we gaan nu even niet meer die live trainingen doen. En ook niet meer de live coachingen. Dus alle live coachingen zijn omgezet naar Zoom, Skype coachingen. Dat hadden we eigenlijk heel snel besloten. Dat was, dat was eigenlijk gelijk heel helder dat je daarin je verantwoordelijkheid in moet nemen. Ik begreep van andere partijen, bijvoorbeeld ook nog van veel psychologen, die gaan gewoon door met dan afstand. Maar wij hebben gelijk gezegd, nee, we willen echt daar onze verantwoordelijkheid ook in nemen om dat niet te doen, om ook bij te dragen aan die sociale distantie die nu heel belangrijk is. Mm-hmm. Dus dat even op één. Verder hebben Bas en ik hebben alle twee kindjes. En zijn alle twee gescheiden. Dus we zaten met kinderen. En we hebben vooral eigenlijk in de avonden veel gemiet. Heel dicht naar elkaar toegekropen van, nou ja, virtueel dan, hè. Wat gaan we nu doen? Wat is nu belangrijk? Wat is het allerbelangrijkste? Waar moeten we over nadenken? En dat eerst met elkaar heel erg op één lijn zitten. Okay. Dus al allerlei gesprekken hebben met trainers, met personeel, maar vooral samen daar één lijn in hebben. En ik denk dat dat ook mijn belangrijkste tip is, dat je als management of als eigenaren, dat je samen op dezelfde lijn zit. Waardoor wij eigenlijk nu al merken dat we alle twee aparte meetingen kunnen doen, omdat we een helder idee erover hebben. En dat is nog niet helemaal helder, maar de eerste stappen zijn er al. Dus je hoeft niet het al voor een maand vooruit, maar wij kijken zeg maar zo een week vooruit en voor volgende week hebben we alweer plannen, snap je? Ja. We delen alleen maar de plannen voor deze week, maar we zijn ondertussen alweer met volgende week bezig. Oké. En zaten jij en Bas daar ook vanaf het begin af aan hetzelfde in? Of keek jij er op een andere manier naar? Nou, het grappige is, als je, kent ons een beetje, maar ja. De meeste mensen die kennen, onze samenwerking is ook denk ik heel goed, omdat het af en toe schuurt. Mm-hmm. Dus Bas neemt vaak wat meer risico, ik ben wat meer risicomijdend.
Is Bas, die laat dingen soms een beetje op zijn beloop. Ik zit er bovenop. Dus dat, die combi maakt ons heel goed. Dus ik ben wat meer van de inhoud, hij is wat meer van de commercie. Die combi tussen ons maakt heel goed dat we heel anders zijn. Maar het grappige was eigenlijk dat we in dit stuk heel erg er hetzelfde in zaten. En daar was ik soms ook wel eens verbaasd over, dat ik dacht, hé, grappig, hij is wat laconieker. Dus ik had verwacht dat hij bijvoorbeeld zou zeggen van, nou, we blijven nog doorgaan. Maar hij was de eerste die zei, we stoppen en we gooien alles dicht. Oké. En eigenlijk vanaf moment 1 zitten we heel erg op één lijn. En dat is heel prettig. En aan de andere kant verbaast me ook niet, want we hebben natuurlijk heel erg dezelfde waardes. Dus dat komt wel heel erg overeen. Is dat een belangrijke, nu je eigenlijk zo even er misschien naar kan kijken van, oh ja, weet je, als je dus in een crisissituatie zit, dat je zo diezelfde waardes deelt? Nou, ik denk dat elke relatie, of het nou een privé-relatie of zakelijke relatie is, komt onder druk te staan. Ja. En daarin moet je elkaar ook een beetje de ruimte gunnen. Oké. Okay. Dus dit ging dan vrij goed, maar we zijn het ook niet over alles eens. En dat is ook lastig als je elkaar dan alleen maar door de telefoon spreekt. Mm-hmm. Dus ik denk ook dat het gewoon heel belangrijk is om elkaar een beetje de ruimte te geven. Dat er soms iemand eventjes emotioneel wordt of het even niet trekt. En dat je dan ook iemand even de ruimte geeft om nu met deze verwarring om te gaan. En niet gelijk zegt, oh, maar je zei dat, dus dat. Mm-hmm. Dat is ons vrij goed gelukt. En ik merk ook veel ik ben dan nu single, dus ik heb dat, daar kan jij misschien beter over vertellen, dat je in één keer met elkaar zit. Maar ik begrijp ook wel van veel vrienden die zeggen van, jezus man, dat er dus ook wel druk komt op die relaties. Mm-hmm. En daar dus ook helder over blijven communiceren met elkaar. Ja, ja. En hoe was dit, zeg maar, wat merkte je bij jezelf, zeg maar? Van oké, je was dus al bezig met kijken van oké, wat ja, gebeurt ja. hier nou? Dus dat was misschien een eerste fase. Ja. Nou, ik denk dat ik al plannetjes aan het maken was en iedereen lachte mij een beetje uit. Van dat gaat allemaal zo vaak niet lopen. Dus ik had dat. Niet dat ik wist dat het zo ging worden, maar ik zat de hele tijd naar Italië te kijken. Ik denk, ja, dat gaat hier natuurlijk gewoon ook gebeuren. Wat voor soort emoties had ik? Wel wisselend. Ik denk dat ik naar Great Communicators toe en naar het personeel toe wel gelijk zoiets had van de good spirit. Mm-hmm. En ik ben ook wel best wel een aanpakker en ook wel een doener. Dus dan vind ik dit ook lekker. Kan ook goed met crisis omgaan. Ik hou ook hoofd koel. Ik kan snel acties nemen. Ik kan snel beslissen. Maar ik denk meer op persoonlijk vlak deed het mij veel. Ik heb een stiefmoeder. Die heeft niet al te best longen. Ga je dan over nadenken. Ik merkte dat wat ik heel uitdagend vind, is dat ik heel veel opa en oma's heb en ooms en tantes. Die oppassen, nou, die zijn allemaal wat ouder, die zijn allemaal boven de 60. Die groep valt gelijk weg. Dus ik merk, en dan heb je ook geen crash meer. Dus dan zit je echt van, hé, maar hoe ga ik dit dan oplossen? Dat vond ik best wel heftig. Dat ik natuurlijk ook bijdrage wil betekenen met Great Communicators, maar ook een kind thuis zitten. Dus hoe doe je dat? Ja, en hoe doe je dat nu? Daar ben ik nog een beetje mee dat aan het uitvogelen. Ik denk met de meeste mensen, met de meeste ouders met me. Wat ik nu doe is, mijn broertje woont hier in het dorp en die heeft ook een dochtertje. En we houden daar een soort gesloten cirkeltje mee. Dus zij zien geen andere mensen en ik zie geen andere mensen. En ik heb dus een ex-man, die is nu als een gek een nieuwe job aan het vinden, want die was ZZP'er. Dus zij zit daar nu voor 2 dagen. Dus het merendeel is zij wel bij mij. Mm-hmm. Ik heb nu, merk ik toch wel voor volgende week, dat ik toch wel een beetje in de problemen kom qua opvang. Want ik moet toch wel echt 3 dagen kunnen werken. En voor de rest avond en weekend of als zij slaapt, zeg maar. Mm-hmm. Dus nu ga ik denk ik ook mijn zusje erbij betrekken. Ja. Dus je valt toch denk ik het snelst terug op familie. Ja, precies. Precies. Heb je dan, want daar is het dus nog eigenlijk een beetje zoeken. En dan tegelijkertijd in je bedrijf moet je daar natuurlijk dan staan. Want jullie hebben dus al vanaf begin af aan heel duidelijk gecommuniceerd naar het team. Van oké, zo zit het. En je zei ook net even, toen we elkaar net even de eerste 5 minuten spraken, zei je, ja, volgens mij is dat ook wel echt een hele belangrijke geweest. Dat we echt
heel duidelijk zijn geweest en echt ook de leiding daarin hebben genomen. Ja. Ja, ik denk wat het namelijk is, wat ik veel zie om me heen, ondernemers. Dit is een periode van verwarring voor iedereen. Het moet nog indalen, we moeten ons ertoe verhouden. De shitload aan nieuws wat we over ons heen komen, wat ook iets wat doet met je mentale weerbaarheid. Dus er zijn heel veel, de angsten die mensen hebben, sommige mensen zijn ook nu gewoon echt letterlijk ziek, dus voel je ook al minder gewoon goed. Ja. Er is heel veel om mee te dealen. Dus wij hadden gelijk zoiets, we gaan direct een meeting aan. Eerst met het kantoorteam apart en daarna met de trainers die daarbij wilden zijn. Mm-hmm. Want dat is ook een andere verhouding die er ligt. De trainers die werken als expertbaas, ZZP-baas voor ons. En de vaste mensen die zijn in vaste dienst. Ja. Ook een ander gesprek wat je dan voert, dus dat hebben we losgetrokken van elkaar. En we hadden gelijk zoiets, we moeten met ze in gesprek gaan. Hoe moeilijk dat ook is, ook al weten we nog niet wat we moeten zeggen. We hebben wel met elkaar een verhaal gecreëerd wat we naar buiten willen brengen. En wat we wel weten en ook wat we niet weten. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Wat Rutte ook zo mooi zegt, met 50% van de informatie moet ik nu 100% sturen. Ja. En dat is bijna onmogelijk. En toch moet je het doen. Want op het moment dat je hem laat zitten. Ik had van de week ook iets gedeeld op mijn Instagram, dat ik hoorde dinsdag zelfs. Dinsdag waren er, en zelfs woensdagochtend waren er teams om mij heen van bedrijven die nog niets hadden gehoord van hun leidinggevende. En ik snap dat, als ik in die leidinggevende stap, dan snap ik dat, omdat er zoveel te regelen is. Kijk, naast dat je met je team communiceert, moeten wij ook met de markt communiceren. We moeten met naar finance kijken, weet je. Dus je hebt heel veel op je bordje. En toch kan je dat team niet vergeten. En ook de markt niet. En daar moet je gewoon helder in schakelen. Ik kan er misschien straks nog wel iets over vertellen hoe wij dat met crisiscommunicatie doen. Dus wij vonden het belangrijk om wel met hun in gesprek te gaan. En ook al was dat niet het meest perfect, dat doet er dan ook niet toe. En met en niet het meest perfect bedoel je dan dat je gewoon heel... niet alles weet en dat je dus ook een heel duidelijk aangeeft van ja, dit weten we nog niet. Of wat bedoel je met misschien het is niet perfect? Als iemand nu mij zou vragen, heb ik over een jaar mijn baan nog? Dat kan ik niet garanderen. Ik kan daar niks over zeggen. Nee. Het enige wat ik kan zeggen is een paar maanden voorop en hoe wij er financieel voor staan. Dat kan ik wel delen. Ja. En ik kan delen dat wij wel heel veel hoop hebben en heel veel rust hebben en heel veel perspectief zien. Dus, en ik denk dat dat vooral ook een stuk onrust mee wegneemt en ook een soort helderheid biedt. En is het dan vooral ook belangrijk om juist dat perspectief te bieden of die visie? Ik sprak met iemand anders en die zei ook van ja, weet je, het gekke is, we hebben in één keer niet echt een stip op de horizon. Nee. Dus ja, hoe ga je daar dan mee om? Ja, nou ik denk twee dingen. Wat wij in die meeting hebben gedaan, als ik even met het kantoorteam, hebben we eerst een rondje gemaakt. Hoe zit iedereen erbij? 1, wat heeft het voor een privé-impact op je? Zijn je familieleden nog gezond? Maak je je zorgen om bepaalde familieleden? Maar ook van, wat doet dit überhaupt met je? Wat doet dit qua werk met je? Wat doet dit, heb je kinderen thuis? Wat betekent dat dan voor je? Met thuiswerken kan je dat oplossen. En daarnaast, wat betekent dit voor je takenpakket? We hebben gewoon bij 2 of 3 mensen valt direct hun hele takenpakket weg. Best bizar. Dus je hebt bijvoorbeeld iemand heeft bijvoorbeeld een live verantwoordelijkheid voor onze. Grappig dat ik zeg live verantwoordelijkheid, want niks nu meer. Maar die heeft verantwoordelijkheid voor het hele trainingsinstituut. Dus hoe de ruimtes erbij staan. Ja, dat valt nu natuurlijk weg. Ja. Dus je gaat met elkaar kijken van oké, wat doet dat met je? En daarin eerst die emoties erkennen. Dat gewoon raar is, gek is. Sommige mensen die denken, misschien kan het ook opluchtend zijn. Van, oh ja, nu hoef ik even niet iets te doen en kan ik voor iets anders kiezen. Dus iedereen reageert daar anders op. Dus eerst even ruimte laten voor die emoties. Ja. Wat je zegt met visie, ik denk, die visie en die waarden blijven bij ons hetzelfde. Mm-hmm. Hoe we dat nu gaan indelen, wordt wat anders. Dus wij hebben het nu, Bas en ik hebben nu full
ingezet op een wat we eerst een klein gedeelte van ons portfolio was, crisiscommunicatie. Dat is nu een heel groot stuk. Dus we hebben daar gewoon alle ballen op crisiscommunicatie ingezet. Dat is een strategische keuze die je maakt. En daarin laat je ruimte voor het team wat zij daarin willen betekenen. En ook helder zijn dat nu ook nog niks oplevert. En wat is crisiscommunicatie eigenlijk? Goeie vraag. Hoe je communiceert in een crisis. Ja. En kijk, crisiscommunicatie, nu is die heel helder. Omdat iedereen in een crisis zit. Maar crisiscommunicatie is natuurlijk altijd aan de hand. Crisiscommunicatie is ook al bijvoorbeeld bij een ontslag. Oké. Hoe ga je daarmee om? Ik bedoel, ik weet nog wel dat ik vroeger een bijbaantje had. Toen was ik 18, toen moest ik iemand ontslaan. En toen ging ik eerst een heel lang verhaal houden. En toen aan het eind van het gesprek heb ik die persoon ontslagen. Was ik volgens mij 19. En er was nog iemand anders die een bijbaantje had. Nou, dat was het domste wat je kan doen in crisiscommunicatie. Dus dat is al crisiscommunicatie. Maar ook bijvoorbeeld als een product niet goed loopt en je haalt dat van de markt. Daar zit ook al een kleine crisiscommunicatie achter. Dus we komen het eigenlijk veel meer tegen dan we denken. Alleen nu is het een hot topic. Ja, nogal. Want misschien is het ook wel goed om daar gewoon eerst eens even in te duiken. Ja. Want wat is misschien de eerste vraag, wat is belangrijk met communicatie in een crisis? Nou, misschien is het wel leuk, het leuke is ook, we hadden het er net al over, dat wat er ook gebeurt met je creativiteit in dit soort momenten. Ja. Wij doen al een tijd crisiscommunicatie, maar ik dacht een paar dagen terug, laten we daar ook gewoon een methodiek op maken, die we eigenlijk al bestaan, maar die nog niet zo helder is. Mm-hmm. Dus die heb ik even gemaakt. Ja, en, leuk. Dat is eigenlijk het acroniem CRISIS. Oké. Dus CRISIS. Ja. En daarin zitten ook gelijk de woorden wat je moet doen in een crisis, in crisiscommunicatie. Oké. Dus die kunnen we even doorlopen. Misschien is dat wel leuk en dat is ook handig voor mensen om te onthouden. Ja, zeker. Dus ik zou zeggen, mocht je hier nu naar luisteren je vindt dit is echt wel even heel waardevol, pak even een pen en papier, zou ik bijna willen zeggen. Ja, zeker. Ja, en zo'n acroniem is altijd wel lekker, want dat kan ook een soort checklistje voor je zijn van, hey, zit mijn boodschap nu goed in elkaar? Ja. En dit kan eigenlijk toegepast worden op elke manier van crisiscommunicatie. Dus of je nou nu met een team communiceert, of je een product hebt, of je diensten levert. Voor iedereen is dit nu, omdat we allemaal in een crisis zitten, toepasbaar. Oké. De eerste C is van consistent. Mm-hmm. En daarmee bedoel ik dat je één heldere boodschap hebt. Oké. Eén heldere boodschap. Dus wat je veel merkt is dat mensen zeggen van, oh, dat doen we niet meer, dat zus doen we niet meer en zo. En nu gaan we dit een nieuw product erin gooien. Dat is heel onduidelijk. En dan mensen in een crisis hebben sowieso een beetje een narrow mind. Mm-hmm. Mensen hebben zo een soort van mentale overloop dat ze niet heel veel kunnen onthouden. Dus het is nu nog meer belangrijker, of het is belangrijker dan ooit om die boodschap gewoon heel simpel te houden. Eigenlijk je kernboodschap. Dus wat doe je consistent? Wat is de boodschap die je uitdraagt? En daarbij ook dat je hem herhaalt. Oh ja, oké. Ja. Nou ja, goed. Want dat is het ook. Er wordt nu zo ontzettend veel aan informatie op ons afgevuurd. Je hebt het gevoel dat je, elke app, elke zender stuurt wel weer informatie naar je toe. Dus als je ook een boodschap wil laten landen, is het ook echt wel belangrijk dat je hem vaker herhaalt, inderdaad. Ja, je ziet het bijvoorbeeld nu met het RIVM. Hoeveel dat voorbij is komen van het handen wassen, niet aan je gezicht zitten, niet aan je neus zitten. Die boodschap die moest echt daardoorheen gebeukt worden, net als dat hamsteren. Nou ja, dan heb je natuurlijk zo'n fantastische vrouw die overal in gifjes voorbij komt, die dat nog eventjes, dat is natuurlijk fantastisch, want daardoor denk je, oh ja, ik wil niet die hamsteraar zijn. Dus het is belangrijk om die boodschap te herhalen. Maar je ziet bijvoorbeeld ook nu, als je kijkt, en dat kan ook gebeuren in crisiscommunicatie. Mm-hmm. Eerst wordt er gecommuniceerd, we houden die scholen zeker weten open, of in ieder geval dat kunnen we voorlopig doen. En een paar dagen later worden ze zelfs nog gesloten. Ja.
omdat je niet alle informatie hebt, kunnen boodschappen veranderen. Oké. Okay. Dus daarin kun je het beter iets simpeler houden, maar ook kun je dit niet helemaal tegengaan. En ik vind ook dat dit kabinet dat goed heeft gedaan, of dat Rutte zeg maar dat goed heeft gedaan, omdat je, je moet ook dan gewoon bijsturen. En je ziet ook dat het publiek daar ook wel begrip voor heeft, ook al was er natuurlijk wel veel commotie, maar dat zal ook gebeuren. En dan daarna moet je die boodschap weer heel consistent houden. Maar hoe je dat een beetje kan voorkomen, en in dit geval bij Rutte niet natuurlijk, maar is gewoon het iets simpeler te houden. Als je nu al gaat zeggen, ja, maar in de toekomst gaan we dit en dit aanbieden, misschien kan je dat helemaal niet waarmaken. Mm. Dus bijvoorbeeld jullie, wat ik zie bij jullie hebben in één klap, super knap gedaan trouwens, New Female Leaders TV omgezet naar New Female Leaders Rise. Yeah. En ik denk ook dat dat heel slim is, want als je je vasthoudt aan het oude, denken mensen, daar ben ik nu niet mee bezig. Mensen allemaal zitten in het frame van die crisis. En alles wat daar buiten valt is nu niet belangrijk. Nee, terwijl leiderschap en hoe je met zo'n crisis omgaat juist essentieel is om daar het wel over te hebben. Precies. Dus, ja. En dan even over consistent. Hoe zorg je er nou voor dat je dat ook in je bedrijf bijvoorbeeld, of binnen je team, of bij wijze van in je familie doet, zeg maar. Hoe doe je dat dan misschien ook nog via verschillende kanalen? Dus heb je inderdaad een meeting en stuur je het ook nog een keer per mail en doe je het ook zoiets? Ja, dat zou kunnen. Dus ik denk dat het belangrijk is, zeker door die narrow mind nu in crisis. Mensen kunnen er weinig bij hebben, dat die boodschap heel simpel moet zijn. En die kan je dus op verschillende manieren verkondigen. Heel simpel privé voorbeeldje. Opa en oma's zijn hier niet meer welkom. We houden van ze, maar ze zijn niet meer welkom. En ik heb hele eigenwijze opa en oma's. Dus die staan hier voor de deur. En dat is heel lastig, snap je? Dus ik heb hun gezegd, oké, ik moest er ook wel om lachen. Ik zei, maar blijf buiten. En ik heb misschien een beetje overdreven, maar ik heb twee kopjes thee gemaakt en de glazen van buiten schoongemaakt en zo gegeven. En alleen een zakje koekjes in een plasticje gegeven, die ik niet heb aangeraakt. En zij vonden dat zwaar overdreven. Maar ik zeg, ik wil daarvoor Freya, mijn dochter, ook heel helder in zijn. Mm. Want anders mag het bij de ene opa en oma wel en de andere opa en oma niet. Ik vind eigenlijk gewoon dat ze helemaal niet moeten langskomen. Snap je? Dus dit is even een kleine crisiscommunicatie, zeg maar, ook in de familie. Dat je gewoon daar helder in blijft en daar ook aan vast blijft houden. Ja, de koekjes worden niet aangeraakt en zitten in een zakje. Punt. Ja, precies. En als je dat naar je team toe vertaald, is ook bijvoorbeeld een hele consistente boodschap. We weten het nu nog niet, maar wat we wel weten is dit en dit en dit. Ja. Dus het betekent ook niet dat je alles moet weten en dat je overal aan moet vast blijven houden. Nee. Oké, mooi. De R. De R is van rap. Waarom rap? Het is belangrijk dat je snel reageert. Oké. Snel reageert en direct naar de kern. Draai er niet omheen. Dat voorbeeld wat ik net gaf, bijvoorbeeld bij een sollicitatiegesprek, dat je er eerst omheen gaat kletsen. Nee, ik heb slecht nieuws. Ja. Dat zag je ook mooi in die speech, hè? Dit zijn bizarre tijden waar we in leven. En wat zei hij nou precies? Ik heb geen goed nieuws. Zoiets zei hij. Daarmee begon hij. Ja. Ja. Dus dat is belangrijk om dat gelijk helder te maken. Oké. Naar je team als je afscheid van mensen moet nemen, om dat wel daar helder in te zijn. Oké. Dus direct naar die kern en rap. En rap bedoelen we ook mee dat je ik merk dat nu veel ondernemers ook bellen naar ons van hoe moeten we daar nou om mee gaan met ons product, met onze diensten. Bedenk een consistente, simpele boodschap die je naar buiten kan brengen. En hou je daaraan. Maar breng dat wel snel naar buiten wat je doet. Dus maak jezelf wel zichtbaar. En heeft dit ook al te maken met het punt dat ik, wat ik ook veel hoor en terugzie, is een soort van freeze. En ik had dat zelf ook wel even een momentje dat ik dacht, oké, wat ga ik zeggen?
is dat ook met dat rap van, oké, weet je, ga nou niet in die freeze. Wees juist zichtbaar. Of komt dat bij een andere letter en loop ik nu vooruit? Ja, nee, je loopt inderdaad een beetje vooruit. Maar ik denk ook met rap is niet ondoordacht. Hè? Dus okay. We moeten nu maar gewoon wat gaan roepen. Nee, wij hebben ook even een paar dagen nodig gehad. En ik zag ook dat andere partijen heel snel daarmee waren. Echt ook mega knap. Maar wij moesten even nadenken van, oké, wij hadden al een paar weken geleden zoiets van, we gaan vol inzetten op die crisiscommunicatie. Ja. Ook gewoon puur, dat bieden we nu gratis aan, hè. Ook gewoon puur omdat mensen, weet je, wij zitten nu ook gewoon van, wat gaan we nu doen? En daar kunnen we van betekenis voor zijn, in zijn. Van, ja. Hoe zeg je dit? Jullie kunnen van betekenis zijn. Van betekenis zijn. En omdat je ook niet thuis duimen wilt zitten draaien. Dus wij hadden gelijk zoiets daarin kunnen van betekenis zijn. En de rest, we weten het ook. We weten ook gewoon bepaalde dingen nu nog niet. En het wordt nu de komende dagen wel iets helderder. Door ook veel met anderen te praten. Want anderen zien je business ook weer anders. Bas zit bijvoorbeeld in een ondernemersclub, heeft onze ideeën aan hun toe voorgehouden en ook gevraagd van, ja, wat zien jullie ons nu doen? Ja, natuurlijk dit en dit. En dat wij dachten, oh, wat grappig dat je ons zo ziet. Mm. Dus daar haal je ook heel veel uit. Dus ook rap bedoelen we ook gewoon veel met mensen in discussie blijven, veel in het gesprek blijven. Dan kom je ook een beetje uit die freeze. En ik denk dat het voor mensen nu ook heel belangrijk is. Maar daar zal ik straks wel wat meer over vertellen. Ook van, hoe ga je nou om met zo'n freeze? Ja, maar precies. Maar dat heeft niet zoveel met deze crisiscommunicatie te maken. Oké. Ik heb hem even geparkeerd. Geparkeerd dan. Dan voor de I. De I, dat is integer. Oké. En wat daarin belangrijk is dat je open en eerlijk bent. Oké. Op het moment dat er in crisiscommunicatie mensen eigenlijk denken, nou, we houden dit achter of zo. Of we vertellen dit maar even niet, want het komt niet zo handig uit. Vaak komen die dingen wel uit en dat tast gewoon je geloofwaardigheid en autoriteit aan. Dus je kunt beter een iets heftiger bericht geven en daarna terugdraaien. Oké. Ik noem maar wat, hè. Dus bijvoorbeeld veel bedrijven zitten nu te kijken of ze mensen dan aan boord kunnen houden. Dat je zegt, dat weten we niet. En iedereen kan nog in elk geval 3 maanden blijven. Dan dat je zegt, nee hoor, dat komt helemaal goed. Ah ja. Dus het is wel belangrijk om daar open en eerlijk in te zijn naar je personeel. En ook naar de buitenwereld. Wij zijn ook gewoon, wat ik net ook tegen jou zeg, van ja, weet je, onze omzet is gewoon voor een groot deel gewoon weggevallen. Maar dat betekent niet dat wij geen mogelijkheden zien. Die zien we echt wel. En er zijn ook heel veel initiatieven nu al die we aan het omzetten zijn. Maar waarom, ja, dus ik merk ook wel dat mensen daar dat ook lastig vinden. Maar het is heel belangrijk dat mensen voelen dat je te vertrouwen bent. Oké. En hoe zit die integriteit? Is dat ook verbonden met een stukje authenticiteit, zeg maar? Ja, zeker. Zeker. Dus kijk, om een voorbeeld bij jou te noemen, jullie verhaal van Nieuw Female Leaders TV is ontzettend authentiek. Mm-hmm. Maar op het moment dat je dat nu had gelanceerd, dat doen jullie ook niet, maar had ik onhandig gevonden en had ik even zelf mee gewacht, omdat het anders een soort van... Je sluit ook niet aan op de actualiteit, je sluit niet op aan waar mensen zitten. En dan komt dat ook wat minder authentiek over. Terwijl dit verhaal wat jij nu doet, bam, je gooit het om. Je zit hier ook belangeloos en je interviewt mensen. Dat maakt je heel integer ook. Ja, en ik denk dat het ook, als je het hebt over integriteit, is denk ik ook heel erg belangrijk om goed bij jezelf ook te voelen van, oké, wat past bij mij, zeg maar. Ja, die vergeet ik zelf nog te vertellen. Dat is precies spijker op z'n kop. Ja. Ook, ik zag ook een fantastisch bericht van bijkomen dat iemand schreef, jongens, voor mij is het nu dat ik een 10-jarig meisje les ga geven en ik kom wel weer. En ik kom wel weer met me, die zat dus in de recruiter business. En toen dacht ik, ja, fucking integer. Ja. Goed, en hartstikke open, hartstikke eerlijk. Ja. En die komt dan wel weer terug.
Ja, precies. Dus het is ook heel goed om en ook om daar dan dus bij te blijven. En ik denk dat we daar zo ook nog wel even op meer op ingaan van oké, hoe blijf je nou bij jezelf inderdaad ook op mentaal, op emotioneel niveau bij jezelf in zo'n crisis? Omdat er komt... wat jij ook net aangaf, van, ja, weet je, er zijn ook mensen, misschien ook zoals jij en ik, die juist ook wel ergens een soort van knop omgaat, hè, en juist opstaan en aan de bak gaan en creativiteit voelen, et cetera. Maar tegelijkertijd is het ook wel weer belangrijk om je kunt ook in een soort overdrive schieten, zeg maar. Ja, zeker. En dan ook weer voorbij aan gaan wat het met jezelf doet. Ja, helemaal eens. Ja, dus leuk ook om zo nog even over te hebben. Ja, want ook in die integriteit is denk ik ook belangrijk. En dat, volgens mij bedoel jij dat ook. Dat je ook open en eerlijk bent over wat het met jou doet. Zeker. Ja. Oké, we zijn bij de S. De eerste S. Story. Oké. Met verhalen en metaforen frame je je boodschap. En ook onthouden mensen het ook. Op het moment dat je een verhaal vertelt, dan blijft dat plakken. Oké. Voorbeeld van een metafoor die Rutte bijvoorbeeld maakte, was de vergelijking met mazelen. Ja. De beschermende muur die wij kunnen zijn in de groepsimmuniteit. Mm-hmm. Dus dat zijn bijvoorbeeld voorbeelden van metaforen. En ook een verhaal erbij te vertellen, bijvoorbeeld een persoonlijk verhaal, hoe jij er zelf in staat, kan dat ook zijn. En daarmee geef je het verhaal eigenlijk een frame. En het grappige was dat ik zag dat het op een collega van mij enorme impact had, dat verhaal. Zij was eigenlijk de afgelopen weken heel erg bang. Van dat ze ziek zou worden, dat haar ouders ziek zouden worden. En wat ik merkte bij haar was dat die speech haar rust gaf. Want ze beseft opeens van, nou, als ik dan uiteindelijk ziek zou worden, kan ik misschien ook een bijdrage leveren. En die is dan weer even verder door. Maar ik vond het wel mooi dat het haar rust gaf. Ja, zeker. Zeker. En als je dit zou vertalen naar de communicatie van jou als bedrijf. Of misschien ook zelfs wel en ook intern. Hè? Verhalen en metaforen. Heb je daar nog een concreet voorbeeld? Wat ik nu om me heen zie, bedoel je? Ja, of misschien wat jullie zelf hebben gedaan. Ja. Het verhaal... Wij zetten natuurlijk vol in op het verhaal van crisiscommunicatie. Dus ja. Wat jij nu kan doen en hoe je daar een betekenis aan kan geven. En dat er natuurlijk heel veel verschillende soorten crisissen zijn. Mm-hmm. Dus dat je daar... dat je daar eigenlijk op elk moment iets aan hebt. Ja. Maar ik heb nu niet echt een heel goed voorbeeld. Dan moet ik eventjes... ik vond dus in het verhaal van in de speech van Rutte, dat zit fantastisch goed in elkaar. Daar zag je dat heel goed. Maar dan moet ik nog even over nadenken. Ja. Hoe ja. Dat beter doen. Mooi. Ja. Ik zet even een raampje open. Kan ja, dat zet het open. Ja, zeker. Zeker. Yes. Hey. De I. De I. De tweede I. De I, die is van inleven. Oké, ja. Maak je verhaal persoonlijk, waar we het net eigenlijk al over hadden. Maar leef je ook in de emoties van je doelgroep. Oh, dus ja. Dat was wat ik bijvoorbeeld aangaf bij je team. Dat er eerst ook een soort ruimte moet zijn. Een soort stilte en een moment voor dialoog. Dat je ook de ander daar iets over mag zeggen. Dus niet gelijk, huppatee, pats, zo gaan we doen. Nee, dat daar dus ruimte is. Dus dat is vooral ook voor die teamcommunicatie belangrijk. Oké, mooi. En wij hebben dat bijvoorbeeld in ons team, was er ook gewoon stress over, hoe gaan we dat met de kinderen doen? Dan kan je dat afdwingen dat je dat gelijk een antwoord op moet hebben. Maar je kan mensen ook een beetje ruimte geven, om dat gewoon eerst even thuis door te spreken, te kijken, een nachtje over te slapen, dat daar iets in te gaan regelen. En dat niet stelselsprongen af te dwingen. Ja, helder. En de laatste S. Ja, simpel. Ja. Hou het simpel. Dat het voor iedereen te begrijpen is. En dat er heel concreet taalgebruik is. Op het moment dat er onduidelijkheid is,
Zodat mensen denken van, huh? Wij noemen dat ook wel praten in watermeloenen. Dus op het moment dat ik jou zeg, vertel iets over vrijheid. Of wat zie je voor je als je denkt aan de waarheid. Dan hebben we allemaal een ander beeld. Maar als ik zeg, denk eens aan een watermeloen. Dan zie jij een watermeloen in je hoofd. En ik ook. Dus je wil praten in watermeloenen. Je wil het heel concreet houden wat je zegt. Dat mensen weten wat het wel is en dat mensen weten wat het niet is. Nou, dat is een hele duidelijke. Ook meteen heel simpel. Ja, dus dat is ook, die staat aan het eind, zeg maar. Omdat je nog even al die anderen dan kan checken van, klopt het? Ja, ja, te gek, Joni. Dit is een heel mooi model, denk ik. En voor iedereen ook heel erg zinvol nu in deze tijd. Maar eigenlijk gewoon in het leven. Want zoals je al zei, weet je, hoe vaak hebben we niet toch ook slecht nieuwsgesprekken. Dingen die je misschien ook wel als een crisis, misschien van andere orde, maar toch ook als crisis kan aanmerken. Hey, en maar om dit te doen als leider, hè, dat kan zijn voor je team, dat kan zijn in je bedrijf, het kan zijn op persoonlijk niveau, dan heb je ook wel, tenminste dat is even mijn veronderstelling, toch ook wel duidelijk dat contact met jezelf nodig. En moet je jezelf ook niet in de stress schieten. Nee, nee. Kijk, er wordt nu heel veel gesproken over fysieke weerbaarheid. Super belangrijk. Iedereen zit aan de gym, kurkuma. Ik zie overal recepten voorbij komen. Groenteafdelingen die helemaal geplunderd worden. Ja. Super belangrijk. Maar dat werkt alleen, is mijn stelling, op het moment dat je ook werkt aan die mentale en emotionele weerbaarheid. Als we kijken naar de onderzoeken van wat stress doet met je immuunsysteem, dat is echt bizar. Okay. En in die stress, daar kan je echt een hele hoop aan doen. Mm-hmm. En ik merk dat ik me daar echt mega gepassioneerd over ben en ik daar ook echt iets mee wil doen. En dat is ook wel leuk, van ik weet echt nog totaal niet hoe. Dus als mensen ideeën hebben, maar ik zit bijvoorbeeld te denken of aan een visualisatie die ik nog voor mensen kan inspreken, of dat we nog een webinar gaan doen, of weet ik veel, maar iets over dat gedeelte. Want ik ben daar voor mezelf heel erg mee bezig om het hoofd koel te houden en ook om een steunpilaar te zijn, ook voor je team. En daar zullen meerdere mensen met mij, en dat herken je misschien zelf ook wel, als je een team te leiden hebt, dan is dat heel belangrijk. Zeker. Wat je nu ziet in deze periode is dat er, als we het hebben dan over mentale weerbaarheid, dat er heel veel nieuws op ons afkomt. Oké, ja, dat is echt bizar. En we hebben ook allemaal een smartphone, we krijgen notificaties binnen. Ik merkte dat ik dat zelf ook heel veel binnenkreeg en elke keer constant aan het checken was, omdat je ook alles wilt volgen. Ja. Maar het is bijna onmogelijk om alles te volgen en daar ook iets mee te doen. Mm-hmm. Dus wat ik voor mezelf heb gedaan, is in ieder geval alle notificaties uitgezet qua nieuws. Yeah. Ik ben een enorme, op dit vlak dan een enorme nieuwsvreter. En dat ik gewoon op gezette tijden dat even bekeek. Oh ja. En niet op het moment dat ik heel moe was, want dan is die mentale weerbaarheid sowieso al minder. Maar gewoon op het moment dat ik dacht, nou, ik heb er nu even ruimte voor. Want je moet dat ook allemaal maar weer verwerken. Dus aan de ene kant willen we natuurlijk allemaal onze business redden, onze families redden en alles doen. Maar aan de andere kant heb je echt tijd en ruimte nodig om dingen te verwerken. En dat, het lijkt wel ook of alle werktijden, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar alle werktijden ook wegvallen. Ik heb mensen die om 9 uur, 10 uur bellen, 's ochtends om 6:30, omdat haar dochter dan nog slaapt, weet je. Dus ik merk dat helemaal uitgespreid wordt. Ja. Ik heb mezelf ook besloten, hey, we zitten nu in een tijd van verwarring. We zitten nu in de fase verwarring. En in die fase verwarring, zo frame ik het dan ook voor mezelf, kan dat ook eventjes. Weet je, dat is ook prima. Maar dat moet op een gegeven moment ook wel weer gaan normaliseren. Want anders houden we dit niet vol. Nee. En bijvoorbeeld ook, dus ik denk dat door die shitload aan nieuws en dingen, is het belangrijk daar keuzes in te maken, momenten in te kiezen. En ook tijd te vinden voor jezelf om dingen te verwerken. En ga bij jezelf na, hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Dus ik merk bijvoorbeeld bij mezelf dat ik af en toe even alles uit moet zetten. Want bij mij gaat het dus de hele dag door. Ja. Dat ik het even uitzet en even, even rustig eet. En verder even helemaal niks bij me heb. Want de verleiding is dan ook gewoon om weer je telefoon te pakken.
Absoluut, ja. Naar buiten toe te gaan. Ik hoor veel mensen over online yogaklasje. Dat ga ik morgen ook doen. Ik hoor mensen over een afspraak dat je even niet over de crisis praat, maar dat je gewoon even over gezellige dingen praat. Dat je met mensen praat alleen maar over hoe je je voelt. Ik hoor van mensen die toch super flink aan het sporten zijn en allemaal challenges met elkaar doen. Ja. Dus iedereen heeft een andere manier om daarmee om te gaan. Mm-hmm. Ik merk zelf dat ik een hele fijne meditatie doe elke dag. En die helpt mij heel erg om de boel op te schonen en me lekker te voelen. Oké. Okay. En heeft hij nog een bepaalde naam? Kunnen mensen dat opzoeken? Ja, ja, die is van Marianne Williams. Yeah. Williams. Williams. Yeah. Ja. Williams. Zij is van dat verhaal van dat ooit dat werd gezegd dat het door Nelson Mandela was gekozen, maar dat is uiteindelijk niet waar. Nee, klopt. The biggest fear we have that we are powerful beyond measure. Ja, klopt, klopt. En ja. Zij heeft ontzettend veel verschillende boeken geschreven. Een hele, hele interessante vrouw om te volgen. Ja, ja. Ook veel mooie boeken over vrouwen en over vrouwelijkheid. En ja, dus echt een aanrader, absoluut. Ja, en wat zij en iemand, een collega van mij stuurde die op. En die heette de coronameditatie. En die, dus ik dacht echt van, wat is dit nou weer? Want je krijgt de hele tijd... Maar die is echt heerlijk. Heel kort. En die gaat eigenlijk uit van dat je dus... door de stress die je hebt, dat het je immuunsysteem aantast. Ah, oké. Okay. Yeah. En daar zit eigenlijk een soort helende meditatie aan vast. Dus die doe ik zelf veel. Mooi. Ja, dus ook goed bij jezelf te voelen van wanneer is het even te veel. Ja. Soms niet altijd rationeel te verklaren. Soms heb ik heb elke dag wel even een momentje dat ik denk, hoe gaan we dit weer doen? Mm-hmm. En dan even in te ademen, uit te ademen, een Skype call als het kan te verplaatsen. Of eventjes even ruimte voor jezelf daarin te zoeken. En niet alles nu te hoeven weten, niet alles te hoeven begrijpen. Ja. Ja, dat vind ik wel interessant dat je dat zo dat niet weten ook noemt. Want als je kijkt ook meer naar de Oosterse wijsheid, dan is dat natuurlijk meer het yin-principe. Ook het vrouwelijke, het feminine principe. En dus het, ja, eigenlijk het niet weten omarmen. Nou ja, goed, daar is eigenlijk heel New Female Leaders opgebouwd. Want dat weet je, we hadden niet het antwoord op wat is dan eigenlijk dat authentiek vrouwelijk leiderschap. Is het er überhaupt, et cetera, et cetera. En door dan daar eigenlijk in te gaan staan, in dat niet weten, ontstaat er dus iets. Maar ik weet in ieder geval, als ik in ieder geval naar mezelf kijk, is dat... Dat is niet altijd een comfortabele plek. Ik leer daar steeds meer comfortabel mee zijn. Ja. Dus ik heb daar ook het afgelopen jaar mezelf in kunnen trainen. Maar heb jij zelf nog een tip of een idee van... Oké, dat niet weten is dus iets... Hè, aan de ene kant zeg je van ja, oké, we moeten met die 50% moeten we doen. En daar moet je toch ook actie op ondernemen. Dus niet die freeze. Maar daarvoor moet je dus ook accepteren dat je maar die 50% weet. Of misschien zelfs wel nul. Ja, ja, ja. Ja, en kijk, weet je, waar ik al toch altijd op terugval. In het moment is er eigenlijk niks aan de hand. Wij zitten hier gewoon hartstikke leuk gesprekje te voeren. Ik heb een kopje thee hier naast me. Het is fijn, we hebben aandacht voor elkaar. Dus eigenlijk op dit moment is er niets aan de hand. En om elke keer terug te gaan naar dat gevoel van het moment... dat betekent niet dat je dingen moet negeren in de toekomst of uit het verleden... maar wel om je op te laden. Wel om je op te laden om weer een stap verder te maken. Hm. En daarin heb je gewoon als mens heb je momenten van rust nodig. Momenten van dat je kunt opladen, dat je kunt uitrazen. Ik weet niet wat je nodig hebt, maar... Eerst gaat het ook om het voelen van wat heb je daarin nodig. Mm-hmm. En dat kan ook elke dag wat anders zijn. Nou ja, dat is ook wel een goeie wat je zegt. Omdat vaak hebben we dan, dat hoor ik ook wel terug van mensen, van ja, maar ik weet niet zo goed wat ik nodig heb. En daardoor blokkeert iemand dan ook. En dat is ook niet eenvoudig. En wat ik daar dan zelf altijd zeg, en ik ben benieuwd of jij dat herkent, van ga maar gewoon iets doen. Ga maar gewoon iets proberen.
Ja. En ga maar ervaren hoe dat dan is. Ja, nou, en ik denk ook waar ik mezelf ook wel aan vasthoud aan in deze dagen, ook voortbordurend op wat jij zegt. Nelson Mandela, die zegt ook... Nee, ik zeg het verkeerd. De Dalai Lama, die zegt op het moment dat je je fijn wil voelen, is het heel belangrijk dat je iets doet voor anderen. Ja. Dus een heel groot gedeelte van ons geluk ligt iets aan van betekenis zijn voor een ander. Ja. We zitten nu in een tijd waar we het niet weten, maar wat je altijd kan doen is ook voor iemand anders wat betekenen. Hmm. En ik merk dat ik op het moment dat je leven van betekenis is, dan ga je ook weer beter voelen. Dus aan de ene kant is het die zelfzorg en kijken wat je nodig hebt. Aan de andere kant is het ook weer voor iets anders betekenen. Een vriendin van mij, ZZP'er, die zit thuis en die is nu als een gek tulpen die nu niet geleverd kunnen worden in allerlei omringende landen aan het rondbrengen bij bejaarden. En die voelt zich super goed eigenlijk. En dat vind ik echt fantastisch. En zo zijn er heel veel initiatieven. Een vriendin van mij die zit thuis met corona en die met 2 kindjes. En ik zat hier gisteren met Vrije en ik heb uiteindelijk een partij gebeld. Gewone mensen helpen, zoiets. Ik weet het even niet uit, maar een fantastisch initiatief. Binnen een uur stonden daar boodschappen. Dus er zijn allemaal mensen op de been om maar iets te doen. Dus ik denk dat helemaal niks doen. Je kan ook via Skype kan je bejaarden gaan. Dus zo'n initiatief dat je met bejaarden in gesprek of met mensen in gesprek blijft. Dus ik denk ook van betekenis zijn heel belangrijk is om je hier goed bij te voelen. Dus enerzijds goed voor jezelf zorgen en anderzijds ook van betekenis zijn. En dat zeker voor de mensen die nu alleen thuis zitten, zorgt dat ook dat de eenzaamheid die sommige mensen dus ook nu al misschien al voelen. Dat wat verlichting kan geven. Ja. Hey, en Joan, hoe heb je... Als we hem weer heel even terugpakken naar leiderschap. Ja. We hebben het in ons vorige gesprek ook gehad, hè, over vrouwelijke waarden in leiderschap. Mannelijke waarden in leiderschap. Ik sprak net met een vrouwelijke ondernemer en die zei een beetje gekscherend, nou, ik denk eigenlijk dat alle communicatie nu voornamelijk door vrouwen is gedaan, zeg maar, van en dat de vrouwelijke waarden nu echt meer dat die nu heel erg belangrijk zijn in leiderschap. Hoe kijk jij daarnaar en over wat voor waarden hebben we het dan eigenlijk? Ja, grote vraag. Dat weet ik nog niet zo net. Wat ik wel merk is dat er heel veel verandert. Okay. Dus wat ik de laatste dagen heel erg heb gevoeld, is heel goed te voelen en daarop te sturen. Nou, dat zal wel misschien een vrouwelijke eigenschap. Ik zie dat trouwens ook bij mijn compagnon heel goed gaan. Die zit ook te voelen van waar moeten we nu op inzetten. En je moet gewoon heel snel beslissingen nemen. Dus je moet voelen en doen, voelen en doen, voelen en doen. Ja, dus misschien is het ook niet juist om het vrouwelijk te doen. Ik bedoel dan eigenlijk daarin feminien. Ja, 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 want ik denk dat hij ook best wel veel vrouwelijke eigenschappen daarin heeft. En, maar ik denk dat het vooral anders wordt. Kijk, bijvoorbeeld een van onze waarden is aandacht en eentje is liefde. Ja. Dat kan nu nog steeds. Dat kan nu nog steeds, alleen de uitvoering is daarin heel anders. Hmm. Dus ik denk dat juist bij ons die waarden voorop blijven staan. Alleen hoe gaan we die nu invulling geven? En dat is gewoon zoeken. Ja. En ik merk wel dat voor de wereld, denk ik dat dit is natuurlijk bizar wat dit doet. En dat mensen in één klap thuis zitten en dat mensen niet meer reizen en wat dit doet voor kinderen. Ik heb al heel veel verhalen juist gehoord van ouders met kinderen die, mijn eigen dochter inclusief, enorm ook een soort opbloeiing hebben. Dat je denkt, wat gebeurt hier? Dus die saamhorigheid, die warmte, die we moeten het samen doen. De simpelheid voor een kind, hè? Want die zit gewoon nu thuis en de ouders zijn thuis. Geeft dat ook een hele hoop rust. En ik hoop dat we dat ook kunnen meenemen als het straks weer beter gaat, als we weer anders gaan leven, kunnen we daar iets van leren van deze tijd. En als je bijvoorbeeld ziet, ik zag gisteren
beelden van dolfijnen in Venetië die door het schone water daar nu worden aangetrokken. Ja, geweldig. Dus dat, wow, ik smul ook wel heel erg van dat soort verhalen. En dat houdt me ook wel op de been dat er door de pollution die wegvalt nu in China, heel veel kinderen onder de 5 geen ademhalingsproblemen hebben en niet daardoor overlijden. Weet je, dat soort bizarre tegenstellingen die we nu tegenkomen, daar mag ook naar gekeken worden. En dat mag ook meegenomen worden. Nou ja, en misschien ook wel daarin een mooie aanleiding om. Want jij zei ook van net van ja, en misschien als we het straks weer, weer teruggaan of het beter gaat. Maar de vraag is natuurlijk ook van hoe het systeem wat we eerst als normaal zagen, dat is nu zeg maar onderuit gehaald. Ja. Maar misschien daarmee ook wel van dat we nog wat beter kunnen kijken naar hoe goed we dat systeem eigenlijk vinden. Zeker, zeker. Maar ik denk dat het systeem zal nooit meer hetzelfde zijn. Nooit meer. Daar ben ik van overtuigd. De manier van werken, de manier van communiceren, dat we allemaal gedwongen worden nu om onze hele business op de kop te zetten. De manier, ik bedoel, heel veel klimaatdoelen zijn niet gehaald. En ik ben heel benieuwd wat dit doet. Ja, niet meer vliegen. Het kan dus wel. Ik bedoel, het is natuurlijk een beetje gekscherend. Maar het is ook maar van hoe in hoeverre je huis in de fik staat. Hoe dingen mogelijk zijn. Ik merk dat wij bijvoorbeeld met bepaalde methodieken daar weken over nadenken. En nu binnen 2 uur die bedenken. Onder druk worden dingen ook vloeibaar, hè? Ja. Ja, precies. En als je het dan ook nog weer eventjes terugpakt naar, naar communicatie misschien ook wel. Van, dat je ook heel erg wordt teruggegooid op wat de bedoeling is en waar jij voor staat, zeg maar echt je why ook. Ja. En dat dus al dat je vanuit daar dus ook communiceert en acteert in plaats van alle soort van sites. Projectjes en dingetjes die misschien niet echt gaan over de essentie waar jij als bedrijf voor bedoeld bent. Of misschien zelfs als persoon. Nee, ik heb ook al een aantal personen gesproken die dit als een blessing zien. Omdat bepaalde dingen niet meer uitvoerbaar zijn. En dat dat ook een hele hoop opluchting geeft. Hm. Dus het kleert ook wel, hè? Hm. Ik bedoel, even, want wij zitten er nu heel positief over te praten. Wel met in achtneming van het drama wat zich voor ons afspeelt en met IC's absoluut. Vol dat raken. Is... Dus, maar het is soms goed, ik denk dat de focus daar al genoeg ligt. Hm. En dat het goed is ook om af en toe even, wat ik doe is veel uitzoomen. Anders hou je dit niet vol. Nee. Johan, zoals altijd kunnen wij uren doorpraten. Dus ik ga er zo wel een eind aan breien. Misschien nog wel even kort nog van... Oké, heb jij nog een advies als een laatste tip... nu voor de vrouwelijke, maar ik denk ook zeker mannelijke leiders die luisteren... heb je nog iets waarvan je zegt, oké... Ja, ik denk, zit overal bovenop, ga, weet je, volg het nieuws, maak nieuwe plannen met je bedrijf, maar neem ook echt die afstand en neem ook echt tijd om dit te verwerken, want dit is een klap voor iedereen, mentaal, emotioneel, zakelijk, en dat dienen we te verwerken ook. En op het moment dat je dat goed doet, dan kun je ook weer heel krachtig hieruit komen. Ik heb je vorige keer in de vorige podcast verteld dat ik zelf een grote persoonlijke crisis heb gehad. Doordat ik een hersenbeschadiging heb opgelopen en daardoor een tijd heb moeten revalideren. En gek genoeg lijkt dit er een beetje op. Oh ja. Dus eerst die verwarring, eerst die klap te boven komen van wat is nou eigenlijk aan de hand. En op zo'n moment is die mind heel narrow. Je kan eigenlijk nergens op reageren. Je wordt ook een beetje in die freeze. Op een gegeven moment komt er een soort bezinning, een beetje een soort acceptatie, een soort van rust. En vanuit die rust komt er weer een soort creativiteit. En besef je dat het ook niet meer nodig is om die oude te worden, maar dat het vooral om die nieuwe persoon gaat. En misschien komen we er op een gegeven moment achter dat we die oude wereld
los kunnen laten en ons kunnen focussen op het nieuwe. En dan wordt het ook niet zo'n strijd tegen de rivier in, maar kunnen we met de stroom mee. Nou, met deze prachtige woorden, ik heb kippenvel, gaan we eindigen, Joan. Dank je wel. Graag gedaan, jij ook. Oh, en voordat ik het vergeet, als je hier nog over wil napraten of vragen hebt over het crisismodel wat Joni net heeft uitgelegd, dan hebben we een LinkedIn-groep en die heet New Female Leaders Rise. En volgens mij, Joni, zit je er al in en anders ga ik je nu uitnodigen. Top. Ja. Want dan kunnen mensen daar ook vragen stellen, hun ervaringen delen en, ja. En ook nog even napraten over deze hele bijzondere en heel waardevolle uitzending. Dankjewel. Fijn. Ja, en ik wil er nog even aan toevoegen. Als mensen dus met vragen hebben over crisiscommunicatie, bieden wij dit op dit moment gratis aan. Yes. Mensen kunnen gewoon naar onze site gaan. Zet het niet in die LinkedIn-groep. Waarom niet? Omdat ik kan er nu al de aanvraag niet aan. En we hebben een fantastisch team die dat wel aan kan. En dan komt het gewoon bij ons in de e-mailbox. En dan kunnen we dat gewoon met intakes doorlopen. Dus dan, maar daar staan we klaar voor. Perfect. Wij zullen zorgen dat die link ook naar jullie website in de notes komt. En in de LinkedIn-groep, zodat iedereen daar lekker de vragen kan gooien. Fijn. Nou, alright. Dankjewel. Doei. Doeg.